Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Doe dan zeker even een duimpje omhoog en vergeet onder zeker niet te abonneren. Dit wordt weer een keertje een weekvlog en heel veel kijkplezier met de video. Oké, ik ga nu even mijn tanden poetsen, want ja, dat moet ook gewoon gebeuren. Ik heb dus gisteren de video gekregen in de weekendvlog. En ik kom dus nou gewoon 4 uur online. Echt. Helemaal zin in. Maar nu ga ik mijn tanden poetsen, want ja, dat moet ook gewoon gebeuren. We gingen hier naar huis en ik ging onderweg lekker wat video's kijken. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En het is nu kort over 7. We moeten zo weg, want ik moet achter in het ziekenhuis zijn. En dan heb ik een afspraak bij de Canoa. Dus we gaan nu lekker even ontbijten en zo. Dus dat is het plan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Sorry dat ik gisteravond niet echt meer heb gevlogd. Maar ik was echt ziek. Ik voelde me niet lekker. Ik moest overgeven, weet ik het allemaal. Helemaal niet fijn. Ik heb nog steeds buik. Ik ben ervan over. Dus I can't. Dat is niet fijn. Ik heb nu lekker deze pyjama dekentrui aan. Echt heel erg lekker zit die. En ik ga dan jullie het eindresultaat van mijn haar laten zien. Echt, oh my god. En ik ga ook lekker boodschappen doen. Dus dat is het plan voor vandaag. En vanmiddag paardrijden. Maar daar kan ik jullie denk ik niet bij meenemen helaas. Misschien al een klein stukje dat vanaf mama komt. Maar ja, dus dat eigenlijk. En nu ga ik lekker een aflevering van GTSD kijken. Dus dat is het plan. Hoi allemaal. Ik ga lekker even mijn haar borstelen. En ik wil jullie even wat leuks vertellen. Ja. Kijk, Fluffy heeft nu een ander hok. Niet echt een hok meer, maar gewoon lekker ren. Ik vind dat konijnen gewoon konijnen moeten zijn. En niet opgesloten worden in een kooi. En te weinig ruimte hebben. Dus daar heb ik wat voor bedacht. En ik heb een puppyren gekocht van mijn ouders. Nee, ik heb gewoon van mijn vader ook gekocht. I love him. Want ja, de puppy springt er overheen. En Fluffy kan er niet overheen springen. En hij vindt het echt helemaal leuk. Hij is lekker groot. En dus dat is top. En hij vindt het helemaal leuk, dat huisje. Ik zal hem even goed leggen. Zo, en dan gaat hij erin. En hij eet tegenwoordig ook hooi. Dat is nieuw, want hij heeft maanden geen hooi gegeten. En nu eet hij weer hooi. I love that. Dus ik ben weer helemaal blij. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En vandaag is werk. En het is al weekend. Het gaat ook weer snel. Ik ben heel moe wakker geworden. Dus echt best wel kut. Ik ben heel zo verslaafd aan televisieseries. En dat is ook echt vervelend. Dus ja. Ik ga zo even iets opnemen voor TikTok. En ik had even zo mijn konijn ook even gedaan. Door een rennetje. Dus is weer lekker helemaal schoon. Dus dat is top. Wat heb ik hier voor rood? Oh god, nou ja, echt geen idee. Ik ga lekker even mijn haar doen. Dus dat is eigenlijk het plan voor nu. Alleen ik ben even iets kwijt. Dus ga ik even snel zoeken. Oh ja, het is inmiddels avond. Ik ga even mijn haar kammen. En ik voel me gewoon niet lekker. Ik voel me echt weer gewoon mega erg beroerd. Maar dat komt door met de ontsteking die weer aan het doorkomen is helaas. Dat is gewoon ontzettend vervelend. Maar ja, we kunnen er op dit moment gewoon niks aan doen. En dat is het allervervelendste. Ik doe gewoon even lekker een lage staart in voor het slapen gaan. Dus ja, dus gewoon prima voor het slapen gaan. En gewoon daar haak ik lekker mijn pyjamaatje aan. En dan heb ik weer te slapen, want ik heb gewoon echt heel veel last van mijn keel. Dus dat is echt vervelend. Helemaal zo. Het is vandaag vrijdag. En ik wil wel even excuses aanbieden, want ik heb vandaag niet echt gevlogd. Omdat ik gewoon niet lekker was. Ik voelde me mentaal gewoon echt even instorten.
Dus ik dacht, ik neem vandaag gewoon lekker. Ik ben gewoon super, super moe. En heb eigenlijk bijna gewoon, toen ik van werk thuis kwam, gelijk gaan slapen. En dat heb ik eigenlijk bijna heel de avond gedaan. En nu kan ik zo weer slapen. Besef dan even hoe slaap, hoe belangrijk dat is. Dus ja, dat. En morgen heb ik echt heel veel zin in. Dus dan wil ik echt gewoon niet overmoeid zijn. Dus vandaar dat ik dit heb gedaan. Ik wil ook echt heel mijn kamer verschuiven. Want bijna weet ik het allemaal, maar dat gaat gewoon niet. Omdat ik daar de energie even niet voor heb, had, whenever. Maar ik ga volgende week iets doen. En ik hoop dat ik daarmee mijn energie kan herpakken. Dus daar ben ik wel echt heel benieuwd naar of dat gaat werken. Maar daar ga ik volgende week een video over maken. Maar ja, ik ga zo lekker weer proberen te slapen. Ik ga nog even op TikTok. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie lekker morgenochtend weer. Welterusten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En het is 8 uur in de ochtend. En ik ga nu mijn bed uit. Want ik wil nog wat aan mijn dag hebben. Ik ga naar mijn vader, mijn oma en mijn beste vriendin. Want die viert haar verjaardag vandaag. Zoals het dan. Ik ben echt heel moe. Dat is echt heel erg. Maar ja, dus dat is het plan van vandaag. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus komt helemaal goed. Ik ben lekker even omgekleed. Ik ga nu wat make-up doen, mijn haar doen. Dus dat is het plan. En ik weet niet hoe laat het is. Want ik moet mijn horloge nog even voor me doen. Het is op dit moment is het 8 over 9. Oh, is nog een 8 over 9. Dan heb ik nog wel even de tijd. Ik wil een beetje mijn haar gaan stylen. En me gaan opmaken. Dus dat is eigenlijk gewoon het doel van vandaag. Dat ik me lekker een beetje ga opmaken. En mijn horloge even om ga doen. Weet je, dat is wel handig hè. Als je horloge om gaat doen. Dus ga ik me even omdoen. Top. Maar als eerst ga ik me even opmaken. Dus ik ga even een staart in mijn haar maken. Dus ja. Dus dit is het plan. Ik heb echt heel veel dorst. Ik weet niet wat het is, maar al mijn broeken zijn aan het krimpen in de was. En dat is heel kut, want zo gaan ze niet meer dicht en moet ik weer nieuwe broeken. Dus heb ik besloten, ik ga mijn broeken gewoon nooit meer in de droger stoppen. Maar ja, ik ga hem eerst lekker even opmaken. Zo, want ja, dat heb ik gewoon even nodig. Even make-up op mijn bakkes smeren. Dus ja, let's go! Ik ga even verder met z'n avond tas inpakken, sokken pakken en die aandoen en mijn schoenen aandoen. Dan heb ik mijzelf soort van klaar. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik gewoon lekker TikTok en zo kijken, want daar heb ik nu geen tijd voor. En dat doe ik dan gewoon in de auto, snap je? Dat is super fijn. Ik heb dus een handige lifehack om mijn haar te krullen. Maar dat heb ik dus alsjeblieft niet gedaan, maar omdat gewoon de ticket wil ik gewoon even stil haar. Maar ik ga even dat bij mijn ouders doen. En even mijn haar goed doorborstelen hier. En mijn borstel even meenemen. Dus dat is het plan. Dus ja, en mijn alcohol is leeg. Dus die gaan we ook even verwisselen zo. Maar ja, is mijn haar doorborstelen. Dus ja, dat is het plan. Hoi allemaal, ik ben nu bij mijn vader. Ik ben net aangekomen. En het was best wel lang. Dus ik ben echt blij dat ik er ben. En ik heb echt wel van mijn oren. En hier is het geweest van Ishara. Alleen heel veel dingen zijn er over maar boeien. Dus ik ga zo lekker naar die verjaardag toe. En dat is heel leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik ben wakker geworden met mijn vader. En ik ga mijn haar doen. En weet ik het allemaal. Want ik heb zo een paar treinhuis. Dus ik ga hem ook gelijk omkleden. Ik had lekker de pastiek van mijn vader aangetrokken. Dus ja, dat was even lekker. Ik heb gisteren echt een superleuk feestje gehad. Ik had echt naar mijn zin. Dus dat is helemaal tof. En nu ga ik kort ademigheid omkleden zo. Dus dat gaan we nu eerst even doen en mijn haar doen. Dus dat is eigenlijk het plan.
Goeie, ja, ik heb me net lekker even omgekleed. Mijn hardge outfit. En dit heb ik dus aan. En ga ik lekker rijden. Echt zin in. Ik ben nu bij mijn moeder en ik heb het lekker paard gereden. Was echt super leuk. En nu hebben we net even wat geluncht. En dan ga ik vanmiddag naar de bios met Shara. Waar ik echt heel veel zin in heb. Mijn moeder maakt lekkere soep. Echt, oh my god. Mijn moeders soep is gewoon het beste wat er bestaat. Echt het lekkerste. Gewoon. Ik zal het receptje wel binnenkort delen op mijn Insta. Dus hou mijn Insta even goed in de gaten. Want daar komen binnenkort ook receptjes op. Wat ik gewoon echt mega lekker vind. Maar mijn moeder kan gewoon zo lekker koken. Dat is echt niet normaal. Hoi, ik nu in de auto en we gaan nu onderweg naar Pathé, want daar wacht Isara op mij en gaan we daar lekker smel kijken en ja, het wordt gewoon een super leuke middag, avond, dus dat is het plan en daarna word ik naar huis gebracht. Echt zin in. Jostijn. Ik ben eindelijk weer thuis. Echt zo fijn dit. Ik hou ervan om weer thuis te zijn. Ik vind het ook leuk als ik weg ben, maar ik vind het ook wel weer fijn als ik thuis ben. En morgen ga ik beginnen met een hele leuke nieuwe video op te nemen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus dat is echt helemaal top. En ik ben helemaal niet moe. Oké, Fluffy is echt heel blij. Ze springt echt alle rond in de ren. Echt super cute. Maar ja. Dan zie ik jullie zo nog even, denk ik. En ik ga even op Marktplaats kijken voor leuke kerstbomen en kerstspullen gewoon. Dus ik heb er echt helemaal zin in. Ik ben echt zo'n kerstschoutje. That's my baby. Ik heb net heel de konijnhok schoongemaakt. En ineens zag ik vogels. Ik ben echt, oh mijn god. Ik heb hem niet opgehaald, ik heb gewoon iemand gebeld. Hey, ruim mijn spin op. Dat hebben ze goed gedaan. Super chill. Mijn look opgezet. Dan merk ik echt ook echt oogsterkte. Maar ja, het is even niet anders. Ik moet hem veel meer dragen, want dan heb ik ook veel minder hoofdpijn. Ik ga even een accu oplader doen. En ja, dat eigenlijk. Dat ben ik nu even aan het doen. En ik moet hier vanmorgen echt even schoonmaken. En ja, mijn bad gaat in de afwas. Maar nu ga ik lekker in mijn weg liggen, want ik ben echt kapot. En even een filmpje kijken op mijn telefoon en daarna lekker slapen. Want ik ben echt moe en gewoon kapot. Dus dat ga ik nu maar even doen. Hi allemaal, ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Als je deze video leuk vond, dan zeker even een duimpje omhoog en onder niet abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet hieronder niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende vlog.